Vandaag een kort filmpje om even te laten zien hoe je nou een inktpad kan re-inkten. En het maakt niet uit welk merk je hebt, zodra je een flesje re-inker hebt en je hebt een inktpad, werkt het allemaal op dezelfde manier. Je doet het als volgt. Ik maak hem even open. Als je denkt, waarom doet ze dat op zijn kop? Maar in Stayzon zit altijd zo'n plasticje. En je hebt de re-inker. Dat zijn altijd van die kleine plastic flesjes. En hoe je dit nou aanpakt, is je begint bovenin op je inktpad en je laat druppeltjes inkt op je inktpad vallen. En die zet je gewoon met een tussenruimte van zo'n halve centimeter, zet je die erop. En ik maak altijd een cirkelbewegingje en ga dan gewoon steeds wat kleiner. Kijk, tegen de tijd dat je aan de overkant bent, is het allemaal al lang ingetrokken. Dus je moet een beetje gokken. Maar goed, dat is ook niet zo'n ramp. Je hoeft niet helemaal wetenschappelijk te gaan zitten uitmeten. En eigenlijk, zolang het intrekt, gaat het prima. En je hoeft natuurlijk geen cirkeltjes te maken. Je kan ook gewoon gelijk een volgende rij pakken. Maar het gaat erom dat je op al die plekken kleine druppeltjes van die inkt neerzet. Zodat je eigenlijk je hele inktpad pakt met die inkt. En er is geen regel voor, er is geen wet voor, maar als het intrekt, weet je, oké, mijn inktpad is nog niet verzadigd. Dus je kan door blijven gaan totdat het er een beetje op blijft liggen. Maar wat ik altijd doe, is een paar keer die druppeltjes en dan ga ik hem gewoon weer gebruiken, want dan weet ik dat ik nooit te veel inkt erop doe, want dat zou zonde zijn. Dan moet je het weer gaan wegstempelen en wegvegen. En nu weet ik gewoon, oké, hij is weer bijgevuld. En over een paar weken, dan doe ik dat gewoon nog een keer. Dus dit is het. Meer is het niet. Laat hem gewoon even rusten. Ga niet gelijk ermee stempelen. Maar laat hem eventjes een paar uurtjes de tijd gunnen om lekker in te zuigen. En dan ben je klaar. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En zoals gezegd, dit werkt voor alle types inkt. Distress, oxide, maakt niet uit. Overal waar je een navulflesje bij hebt, werk je op dezelfde manier. Dus veel plezier. Doeg, doeg.